gaat sowieso proberen. Nou. Oh, wat is dat deze? Gio is eigenlijk de time to be. Maar dat het Gio is. Nou, ja, die zag je aankomen. Ja, het was door de tuin. Naar de website, kies een paar schoenen uit, laat in de reacties weten. En dan gaan we iemand uitkiezen. Dames en heren, jongens en meiden, een hele goede morgen. Vandaag de dag bij de laatste aflevering alweer van het eerste seizoen. Wacht op niemand minder dan één van de bankzitters, Robby van der Graaf. Meneer Robby. Ja. Goeiedag. Meneer Robby. Meneer Robby. Klinkt dat goed? Nee. Nee, eigenlijk niet. Hoe oud ben jij eigenlijk? 23. 23, oké. Okay, okay. Dat is daar semi-meneer. Kleine meneer. Moet ik naar links? We gaan naar links, ja. Ja. Je moet een soort rijexamen worden nu. Ja. Jij moet mij de weg wijzen. Hé, hey, hoe is het? Ja, het gaat goed. Dat is mooi. Het is, je bent lekker druk, hè? Het is inderdaad vrij druk, maar dat, ik zeg altijd druk is goed. Druk is goed? Als je niet tenzij druk... het te druk is. Ja, oké, okay, maar als je op een gegeven moment niet druk meer bent, dan moet je je gaan afvragen wat er aan de hand is. We gaan zo meteen natuurlijk simracen. Ja, heel veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd hoe je het gaat doen, inderdaad. Ik heb wel een beetje het idee dat je zo'n verwachting van mij hebt. En dat vind ik niet chill. Want dan kan het alleen maar tegen, man. Ja, ik heb een paar video's bij jou gezien en ik zie jou fanatiek Formule 1 rijden. Ja, ja, ja. Ik zie je commentaar geven tijdens het rijden. Dus ik denk, nou, dit moet helemaal goed komen. Ja, dit is dus waar ik dus bang voor ben. Zeg maar dat jij dus deze verwachting hebt. Ik, wat was ook dat. Boas heeft natuurlijk ook meegedaan. Ja, en die, met één arm. Met één arm. Maar die appte mij ook van, ja, ik verwacht minimaal dat je het snelste wordt van alle gasten. Maar dat je eigenlijk ook de tijd van Sam aan kan vallen. Toen zei ik al tegen hem van, ja, ik weet niet wat jij denkt. Maar dat gaat er echt niet worden, maat. Maar goed. Velen kennen jou waarschijnlijk van bankzitters, ja. Natuurlijk. Hoe is dat ontstaan? Hoe is dat ontstaan? Ja. Nou, wij maakten allemaal FIFA-video's. Oké. Okay. Nou, dan heb je het echt over 7 jaar geleden. Zo lang duurde YouTube? Zo. Ach, 2013. Zo. Dat is al langer, dat is al 9 jaar. Wat jezus, dat wordt het steeds meer. Ja, en ik denk dat we waren toen allemaal waren met FIFA bezig, zeg maar. Dus ja. Gewoon letterlijk dat we of samen video's gingen opnemen. Samen in een Skype-calletje gingen en dan FIFA gingen spelen of tegen elkaar speelden. Nou, zo. Dus zo werden we eigenlijk online vrienden. Nou, op een evenementje tegen. Top, hè? Dit is mooi wat er achter ons gebeurde. Maar kwamen elkaar op evenementjes tegen. Toen werden we gewoon echt vrienden. Maar als we dan ergens naartoe gingen, we waren altijd samen. Dan had je eigenlijk dat er 5 man die vlog wilden maken of meer. Ja, toen was het van waarom maken we niet gewoon een kanaal samen? Is dat, vorig jaar het snelst groeiende kanaal van Nederland geweest? Ik weet of in aantallen echt zo is, denk ik niet. Maar qua populariteit wel. Boom, was het echt qua populariteit sowieso, denk ik wel. Jullie hebben toen samen een huis gekocht? Ja. Of jullie zaten met z'n allen in huis? Was goed. Ja, oké. Okay. Jullie zaten met z'n allen in huis? Ja, we hebben nu een kantoor in plaats van het huis. Dus ja? Kijk, ik ben 23, maar Roel en Matt, ik ga nu iets zeggen wat ze zelf niet leuk vinden, lopen al tegen de 30. Die zijn 7, 28. Op een gegeven moment, kijk, samenwonen met je vrienden is mooi, maar als je op een gegeven moment 4 jaar een vriendin hebt en je hebt die leeftijden en dan is het op een gegeven moment ook wel tijd om op jezelf te gaan. Tuurlijk. En ik vond het ook wel lekker, ik wilde graag terug naar Eindhoven. Want je hebt een RS3. Ja. Ik heb wel het idee dat dat een beetje het ding is van heel veel mensen kopen die video's maken. Ja, dit is het, überhaupt de RS. Ja, hoe is dat gekomen? Ik weet niet, ik was vroeger altijd al heel ver van Audi. Ja? Dat was altijd al aan, toen dacht ik al. Als ik ooit, weet je wel, dan zou ik graag een mooie Audi willen, dit en dat. Nou, toen ging mijn eerste auto halen en toen was het zo van, als je zeg maar jong bent, dan... En ik was 17 nog, toen ik hem kocht, zeg maar, dus ik kreeg hem toen ik 18 was. Zo, ja? Toen was het van, een verzekering, dat kan letterlijk. Nee. Dus toen waren een beetje opties overwegen en toen kon ik hem gewoon leasen. Nou, dat was wel chill, had ik een gloednieuwe auto, het was gewoon veel goedkoper voor mij. Dus toen had ik een A3 gehaald, dus dat was mijn eerste auto. En dat was eigenlijk een soort van, op dat moment, als je 17 bent ga je er niet vanuit dat je al dat soort auto's natuurlijk, of het algemeen, moet je blij zijn als je überhaupt een auto kan kopen op die leeftijd. Dan haal je gewoon zo'n koekblik en dat is helemaal prima, dus je moet er van A naar B. Nou, ik begon met een A3, dus toen had ik al een soort van,
dat was al een soort van doel wat bereikt was. En toen dacht ik, ah, oké. Nou, toen ging het steeds beter. Toen dacht ik, ja, nou moet die A3, die gaat eruit, want het verloopt. En, nou, het is ook tijd voor iets nieuws, ik wil ook iets nieuws. En toen was ik een beetje aan het twijfelen. En toen heb ik de allergrootste fout ooit gemaakt. En toen ging ik een proefrit maken in een S3 en een RS3. Ja, en ik was nog zo... Mijn moeder belt. Dat gezellig. Dat kan nu even niet. Toen was de allerdomste fout ooit een proefrit in de S3 en de RS3. En ik was heel stellig van, nee, ik heb nu een A3 gehad, dan ga ik naar de S3 en dan haal ik over een paar jaar die RS3. Ja. Want laten we nou niet te gek doen meteen. Nou, proefrit gemaakt, ik zei ik wil die RS3. Ja, goed. En toen zaten we opeens in de S3. Ja, dat is allemaal iets sneller gegaan dan verwacht. Moest het deze kleur zijn? Ja, wilde ik eigenlijk wel. Ja. Ja, dit is ook wel de knop. Ja, ja, vind ik ook. En toen dacht ik, kan hem altijd nog een keer rappen of een keer iets mee doen. Maar in de basis, Nardo Grijs. Ik zeg nog steeds, deze is leuker dan een nieuwere. Ja, ja, ja. Oh ja, ook dat nog. Ja. Ik wilde eigenlijk per se eentje uit 2016. Dat zei ik net al tegen je. Voordat we opnamen. Gewoon puur. Het blok. Het blok. Dit Harry. Blok is. Ja, dat is echt nog zoals de volgende eigenlijk. Tot en met eind 18. Klinkt nog goed, ja. Maar deze, ja, dit is echt hoe het bedoeld is ooit. En nou, naast YouTube, Instagram en alles, zijn er nog meer dingen waar jij je echt mee bezighoudt? Ja, we met z'n vieren, met Raoul, Mattie, Koen en ik, zijn we ooit 5 jaar geleden begonnen met een website in cadeaukaart. Vorig heb je echt van alles te goedkaart. Ja. Toen dachten we, ja, waarom gaan we ze niet gewoon zelf verkopen? Nou, daar zijn we toen nooit mee begonnen en dat doen we nu nog steeds. Oh, serieus? Knijterhard. En hoe heet dat? Ik wil te goed. Serieus? Ik kende je het niet. Nee, yo, ik dacht, dat wist ik niet. Ik dacht echt dat je deze vraag stelde. Nice man. Dat houdt ons ook nog bezig. Oh, wat vet, hè? Daar gaat stiekem toch nog wel best wel wat tijd in. Het is wel een geautomatiseerd systeem, dus dat is heel chill. Maar toch, we willen daarin groeien en eigenlijk uitbreiden. En kijk, we hebben ook allemaal wel zoiets van, we maken filmpjes, maar uiteindelijk zijn we wel allemaal echt... Jullie zijn wel echt ondernemers. Ik vind het wel zo dom om te zeggen. Ik ben wel ondernemer. Nou ja, kijk, je hebt inderdaad... Tegenwoordig is iedereen ondernemer. Ja, iedereen maar, gaat zeg maar, ja, we, schrijven. We willen gewoon dingen doen. En dan, ja, dat was echt het idee ook. Met YouTube is nu leuk en we zijn nu relevanter dan ooit. Ja, dat hadden we al, dat had zomaar niet kunnen gebeuren. Ja. We hadden destijds ook het idee van, nou prima, dit kun je misschien tot je 30ste doen. Nou, tegenwoordig misschien wel tot je 35ste en nog langer. Zo, lekker. Gooi je auto. Ja. Jezus. Maar ja, je moet ook daarna nog kunnen leven, zeg maar. Dan, houdt niet op als je 30 bent. Nee. YouTube misschien wel, dat weet je niet. Je weet natuurlijk niet hoe dat loopt. Die termijn wordt steeds langer, heb ik het idee. Het is natuurlijk, die wereld verandert heel snel en je kunt wel doorstromen, maar... Ja. Ik doe nog rustig, hè? Ik rijd best wel rustig, toch? Ja, ik vind dat je heel netjes rijdt. Dat klinkt zo goed, hè? Ik vind eigenlijk van 4 naar 3 klinkt het best. Ik weet niet of hier... flitspalen staan. Niet mijn stad, dit. Nee, hier staan geen flitspalen meer. Daar verder komt het. Maar dat blijft... Dit is top. Ja, alleen... ik weet niet. Het klinkt altijd anders op een manier. Ja, maar dat is juist het mooie van dit blok, inderdaad. Je hebt natuurlijk... En zeker als je naar een AMG kijkt of zo, die 8 cilinders. EC, AMG, GT, GLC, het klinkt allemaal hetzelfde. Derde versnelling terugschakelen, altijd hetzelfde. Dit is echt, het is altijd ook een soort, soort verrassing hoe het klinkt. Hey. Zou we die eruit kunnen trekken? Ja, makkie. Hij gaat sowieso proberen. Nou. Oh, wat dit valt tegen. Dit is jouw auto, dan moet je er even bij zijn. Ja. Anders lijkt het of ik tegen een random... is mijn broertje in de X-Men. Dit is wel snel, hè, voor zo'n koets. Dit is zeer snel, ja. Dat is niet normaal. Oh, ja, en hij heeft natuurlijk allemaal superstanden, dat heb ik al. Superstanden. Alright. Het magische bord. Ja, hij is niet helemaal chronologisch zoals Nee, dat stoort mij. Maar goed, ik kijk er voor nu even doorheen. Ja, top. Gio, de snelste tijd. 2:28.2 op het circuit Spa-Francorchamps. Bizar. Ja. Ik vind dat echt bizar. Ja. Ik ben me daarom het meest over het verbazen dat Gio zeg maar, kijk, jouw tijd op 1, oké, dat wordt de lastige. Dus Gio is eigenlijk de time to be. Maar dat het Gio is... Nou, ja, die zag je niet aankomen.
Daarboven zijn gewoon, die zijn echt vol over. Ik denk niet dat Gio onder mijn tijd met één arm komt. Nee, ja, nee. Snelste tijd, hij zet hem gewoon in. 2:28:02. Maar dan ben ik toch benieuwd, voordat we dus naar de sim gaan. Zometeen heb je 15 minuten de tijd om te oefenen, mm-hmm. te kwalificeren. Ja. En dan een eventueel verschil wordt verrekend wat ik zou moeten goedmaken. Ja. Ik heb toch wel het vermoeden dat jij gewoon dicht bij mij gaat komen. Ja? Ik heb gewoon echt geen idee. Wat denk je dat je gaat rijden? Ja, als ik dit zo zie, ik zou een beetje middelen tussen jullie, zeg maar. Dus 2:23. 23. Dat is een beetje, vind ik wel een mooi streep. Maar zeg, ik zeg nu iets over een sim en een auto en wat ik nog nooit gereden heb. Dus ik heb geen idee waar ik over aan het praten ben. Maar ik denk van ja, ik heb misschien wel iets meer feeling voor het dan Gio. En ja. Ja, ik denk dat het goed moet komen. Ik doe wel iets soortgelijks. En 2:23, je hebt dus 15 minuten de tijd om even te oefenen. En daarna gaan we 5 rondes racen op circuit Spa-Francorchamps. Let's go. Lekker. Nou, we zijn lekker onderweg. Ik zie zelfs estimated een 2:27:03. We komen nu aan op de busstop chicane. Hard remmen, terug maar zo 1. Oh. Ja. Oh, deze is lekker. Hij gaat nog harder. De tijd is over eigenlijk. Overstart finish en dan pak ik nog mijn tijd. Dan gaat een seconde vanaf. We komen onder de 2:27:01. Hij heeft het wel hoor. Yes. Lekker man. Yes, man. Fucking dag van mijn leven dan. Oh, ik zweef kapot man, ja, bro! Het is niet normaal, hè? Het is wel werk, hè? Het is wel werk, hè? Jezus. Het was even zoeken. Ja, 38 op een gegeven moment. Ja, het was echt even wennen, ja. 2:27, wat reed jij naar 2:20? 2:19, hoe dan, jongen? 8 seconden is veel, hè? 8 seconden is echt veel, hè? Maar ik rijd natuurlijk eigenlijk alleen maar GT3. Jij rijdt normaal gesproken Formule 1. En dan heb je inderdaad, als je van Formule 1 hier naartoe komt, dan denk je echt van, oh, dit is vlak. Ja. Nee, dit is niet vlak. Dat is bij Koebel mee, ja. Oké, wijd. Maar niet uit. Maar niet uit, we komen er. 2:27 inderdaad. En dat betekent dus 8 seconden per rondje. Ja. 5 rondjes is 40 seconden. Ik vind het 40 veel. Seconden moet ik inhalen. Je stijgende lijn. Ik vind het veel. Ik ben benieuwd. Ja, het gaat nu een beetje over die... Of ik het constant kan houden. 35 seconden ga ik proberen. Ja, is goed. En dan ga ik jou inhalen. Ja, dat is het. Hè. De buitenkomen komen wel dat je al weet, maar de voorbij. De voorbij ben ik zo. Ja, dat gaan we niet laten gebeuren. Nee, mag ik? Ik zie geen lampen. Oh, de lichten zijn al uren uit. Hou nou 10 seconden. 10 seconden gaat er vanaf. Dus ik moet nu nog. Ik heb 20 seconden stilgestaan daar. Oké, kom op. Oh, buiten de baan is al plat. Oh,
deze. Ja, nou. Want ik denk, jij komt sowieso. In eerste instantie denk ik, ga er achterlangs, dan ben ik er voorbij. En toen zag ik weer, ik denk, hij heeft nog een betere exit ook. Zo'n dingetje. Ja, die wordt één. Ja. Ja, wat er ook gebeurt. Ik won er ook 16e, dat ja. Is het gewoon vorig jaar. Dus eigenlijk had ik beter ook in dat doen. Ik heb daar echt pas pakken aan. Ja, dat dacht ik dus aankomen. Dus ja. Ik denk, nou, ik wacht wel eventjes, dan kom ik misschien achterlangs. Maar je had hem goed. Ja, alleen toen ben ik net te weinig. Jammer, man. Maar hij. We hebben ze allebei gewonnen, want ik heb Gio verslagen. Ja, Gio, man. Hey. Best of the rest. Ja, come on. Lekker, man. Reden. Ja, eigenlijk niet, man. Ik zat in hem met mijn grote mond te vertellen. Oh, 2:23 gaan we voor. Nou, toch 4 seconden langzamer. 2:27. Ik denk wel uiteindelijk dat er meer ingezeten als ik nu nog even... Ja, want je begon echt met een... 2:38 of zo, inderdaad. En uiteindelijk hebben we... Ik ga hem jou gewoon laten opschrijven. Mag ik het zelf doen? Je mag het zelf doen. Ja, het is uiteindelijk dus precies een seconde sneller dan Gio. Dus ja, het is wel gelukt. Ja, maar ja, wel ook weer een seconde sneller dan Gio. Zeg maar, ja, we moeten onszelf ook niet toren. Dat was een 2:27.2. Ja, idee. Naam erbij. Oh ja, top. Laten we dat ook maar doen. Komen er nog mensen namen? Of dit was is ik de laatste aflevering van het eerste seizoen. Maar dan ben ik wel dus gewoon een soort van, ja, we tellen jou of niet mee. Ja, ik vind dat gewonnen. Ja, je hebt ook gewonnen. Vind ik ook. Maar ondanks dat, had het wel sneller moeten winnen. Ik. En ik had je er toch wel gewoon af moeten rijden. Ik was echt zo bang. Jij zei het zo fanatiek van het begin. De bijkomen is één en de voorbij. Ja. Dus ik zat daar al te wachten, want ik zat er natuurlijk eigenlijk al in. Op een gegeven moment zat ik erachter en dacht ik, oké, hier gaat niet lukken. Daar aan de buitenkant gaat ook niet lukken, dus daar moet ik wachten. Want daar ga ik wel vol gas erheen, daar ga jij niet vol gas erheen. En toen kwam ik natuurlijk op S uit, of op de busstop chicane. Toen dacht ik, oké, dit wordt ook lastig. Vol gas erheen, oké, dan kan achterlangs. En toen dacht ik, oh, hij heeft wel een hele goede action. Ja, weer te sympathiek gedaan. Ik had hem er gewoon af moeten rijden, maar goed. Had gekund. Maakt niet uit. We hebben nog wat moois. Dit mag geen schoenen, ondanks dat je dat zou zeggen. Zo licht zijn ze. We hebben samen besloten om de schoenen ditmaal weg te geven. Zoals jullie natuurlijk weten, deze serie was niet mogelijk geweest dankzij de jongens en meiden van Blackstone. Maar ditmaal gaan we een paar schoenen weggeven. Meedoen is heel erg simpel. Laat in de reacties weten welk paar schoenen jij wil winnen. Ga naar de website, kies een paar schoenen uit, laat in de reacties weten. En dan gaan we iemand uitkiezen. Ik ben benieuwd. Hoe is het? Hey, succes. Succes. Dankjewel voor het kijken. Ik vond het super vet. Laat in de reactie weten wie jullie ook willen zien in de volgende aflevering. Als er meerdere afleveringen gemaakt. Dit was voorlopig de laatste aflevering. Ik wil jullie onwijs bedanken. Ik wil Robbie onwijs bedanken. En dan zien we jullie weer heel erg snel. Mazzelen.